Ik merk dat ik moeite heb met sociale prikkels en herkennen in neurodiversiteit. Hoe kijken jullie hier tegenaan? Dan heb je dus twee typen breinen. Je hebt neurotypische breinen, dus dat zijn de normale breinen, de dus haakjes. En je hebt de neurodivergente breinen en dat zijn de breinen die net iets anders werken. Want wat je dus ook vaak ziet in de praktijk is dat mensen denken van hey ik heb ADHD of ik heb AS, want ik ken nu heel erg in de criteria. Maar dat als je dat, dan zou je eigenlijk verwachten omdat het een neurobiologische ontwikkelingsstoornis is, dat het eigenlijk al vanaf hele jonge leeftijd al zo is. Welkom bij de Mentale Spreekkamer. Dit is de podcast waarin we jou meenemen achter de spreekkamerdeur en je voorzien van waardevolle informatie en tips. Mijn naam is Chris, Mind Body Arts en tegenover me zit Aisha, neurowetenschapper en neuropsycholoog. En vandaag hebben we weer een vraag binnengekregen en die luidt als volgt: Ik merk dat ik moeite heb met sociale prikkels en herkennen in neurodiversiteit. Hoe kijken jullie hier tegenaan? Ik ken de term wel. Dat doet me heel erg denken aan de, stu aan de studententijd. Dat je dan echt een college kreeg over. Neurodiversiteit en neurodivergentie. Dus dat uh, brengt me eigenlijk in de, heel lang uh, terug. Ja, wel, wel bijzonder, want jij hebt het dus wel in je opleidingen gehad. Want ik, om eerlijk te zijn, in, in, in die tien jaar dat ik uh, opleidingen had binnen de geneeskunde, heb ik eigenlijk nooit echt bij neurodiversiteit stilgestaan. Ja, nee, ik heb het wel in de opleiding gehad, maar dan in de opleiding neuropsychologie. Dus misschien omdat je dan ah. inderdaad psychologie vanuit het brein... dat die term zo nu en dan uh, voorbij komt... Dus ja, het brengt me wel echt terug naar, ik zeg maar, de VU en, ah. uh, of de Universiteit Utrecht. Ik weet niet bij welke ik dit vak heb gedaan. En uh, dat je dan aan de collegebanken zit en dat je dan echt neurodivergent met die lelijke PowerPoints. Ah. Ja. ja, want ik dacht dus bij mezelf dat het een soort van nieuwe trend was. En misschien ben ik uh, een beetje verjaard, want... Want in de geneeskunst kijk je voornamelijk naar: hé, hey, is er iets pathologie in het brein? Ja of nee? Ja. En is het geen pathologie? Dan kijken we verder of een andere partij er wat mee kan. Maar ik dacht dat het een soort van nieuwe trend was: van dat mensen zichzelf neurodivergent op social media noemen. Omdat ze dan het idee hebben van: dan, hetgeen wat ik heb aan klachten, dat heeft blijkbaar een naam. Ik ben niet de enige. Ja. Super, ik hoor ergens bij. Ik ben niet afwijkend. I'll take it. Ik ja. ben neurodivergent. Ja, ja. En, en, en ik denk ook dat het dus wel meer. Uh... Mainstream wordt of dat er meer bekendheid is en dat er hele, ja, mensen, dat er grote groepen mensen zijn die hier eigenlijk verpleit van hé, hey, wij zijn, wij identificeren ons met neurodivergentie of neurodiversiteit. Yeah. En we willen dat er hier meer bekendheid over komt, want we zijn inderdaad niet afwijkend maar misschien moeten we eerst voor de, voor de luisteraars ja. die net als jij uh, misschien denken van hey dit is niet uh, ik kom niet uit mijn tijdsgeest ik voel me een beetje verjaard voor mijn tijd <laughs> na mijn tijd <laughs> ja, ja misschien uh, dat we daar ook even wat over kunnen vertellen hè? ja want laten we beginnen inderdaad wat is neurodivergentie ja ik weet um, het ik ga ook in deze podcast ga ik neurodivergentie neurodiversiteit gewoon door elkaar heen gebruiken want het is volgens mij gewoon twee benamingen voor hetzelfde maar en vanuit de invalshoek van de neurodivergente mensen. Dan heb je dus twee typen breinen. Je hebt neurotypische breinen, dus dat zijn de normale breinen, de dus zaakjes. En je hebt de neurodivergente breinen. En dat zijn de breinen die net iets anders werken. Dus eigenlijk, kijk, jij en ik, iedereen die verschilt van elkaar. Hè? Iedereen die heeft andere hobby's, andere interesses, andere dingen waar ze goed in zijn, waar ze minder goed in zijn. Um, dus, maar binnen de neurotypische mensen, de manier waarop het brein werkt en de manier waarop het brein met elkaar interacteert, ja, die heeft gewoon heel hele grote overeenkomsten. Dus technisch gezien, jouw en mijn brein zou niet heel erg van elkaar verschillen in de manier waarop het functioneert. Ja. Dus uh, we hebben eigenlijk allebei een soort van een, uh, een Toyota motor in de <laughs> hersenpan zitten. En die werkt gewoon plus minus hetzelfde, afhankelijk van of je een hele luxe Toyota hebt of een wat minder luxe. Ja, Dat gewoon, is een uh, beetje het idee. Dieselmotortjes. Ja, jij weet ja, dat ik. Ja, en ben een ik Toyota ben. en jij bent een... Uh... Toyota Prius. Ja, 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 ja. oké. Okay. <laughs> en uh, vanuit de neurodivergente, dus bij neurodiversiteit... daar vallen eigenlijk verschillende ja, stoornissen als het ware onder. Daar kunnen we straks heel veel in discussie gaan. Maar je moet dan eigenlijk denken aan mensen met autisme spectrumstoornis... mensen met ADHD, uh, hoogbegaafdheid en dyslexie. Dat zijn denk ik wel de belangrijkste... En die groep mensen die zegt eigenlijk zoiets van, hé, hey, we hebben geen stoornis, wij zijn niet afwijkend. Maar ons brein werkt wel anders en daar dient rekening mee te worden gehouden. Dus als je dus kijkt naar de breinen, eigenlijk, de neurobiologie van iemand met ADHD, van iemand met as, van iemand met dyslexie of hoogbegaafdheid, dan zie je dat dat brein net wat anders interacteert dan een neurotypisch brein. Hmm. En, um, en ja, de maatschappij hè, die is toch wel ingesteld op neurotypische mensen, dus vandaar dat uh, de mensen die zich identificeren met neurodivergentie, dat die denken van hey we zijn niet afwijkend, maar ons brein werkt gewoon anders. Ah, ja. Ja, ik denk dat je het een beetje kan vergelijken met, um, uh, met re rechtshandige en linkshandige, dus ah, ja. als je het daarover hebt, kijk de hele maatschappij is ingesteld op rechtshandigen, want de meeste mensen zijn gewoon rechtshandig dus als jij naar de McDonald's gaat, ja ik ga er nooit heen, maar volgens mij heb je wel dat als je dan die... Uh, uh, de prullenbak, ik zou maar geopend, dat die aan de rechterkant zit. Oh ja, ja, klopt. Dat soort dingen. Of dat bijvoorbeeld, hè, ik weet niet, als je afrekent of als je richting aangeeft... dat dat allemaal net wat logischer is als je rechtshandig bent. Ja. Terwijl je natuurlijk ook een percentage mensen hebt die linkshandig zijn. Of vroeger ambidexter, dat je eigenlijk allebei handig bent. Ja, ik denk ook dat wij, dat wij rechtshandigen, want jij bent ook rechtshandig... Ja. dat wij dat niet doorhebben hoe vaak zoiets eigenlijk niet geoptimaliseerd is voor jezelf. Ja, precies. Het is heel onhandig. Want dus je merkt eigenlijk, rechtshandigen zijn totaal niet linkshandig. Maar linkshandigen die zijn redelijk rechtshandig. Ja. Want ze moeten er gewoon mee leren. En het uh, hele grappige, als we het dan hierover hebben... is dat uh, vroeger, en dan heb ik het echt over uh, de tijdsgeest van mijn moeder... Echt uh, lang geleden. <laughs> lang, Sorry, lang man. geleden. <laughs> ja, maar uh, toen, als je dus linkshandig was... dan werd je dus gedwongen om rechtshandig te worden. Dus is volgens mij, hè, ik, mm. ik denk niet dat in mijn moeders tijd is, dat je echt een tik op je vingers kreeg met de lineaal. Maar echt uh, wat oudere generaties, die zullen dat wel herkennen. Dat als je linkshandig was, dan werd je gewoon geslagen door de juf... of door de meester, omdat je je rechterhand maar moest gaan gebruiken. Yeah. Dus je werd eigenlijk gedwongen als linkshandige, om je te gedragen als een rechtshandige. Ja. En misschien dat dat wel wat parallellen in deze heeft... met uh, neurodivergentie en neurotypische breinen... dat dus eigenlijk um, de trend een beetje wordt. Van, hey, vroeger moest je je als persoon met autisme of ADD of wat dan ook... moest je je maar aanpassen aan de massa. Maar dat er nu een beweging gaande is van, hey... maar uh, maatschappij, kunnen jullie ook niet gewoon rekening houden met ons? Ja, precies. Ja, dat is wel een hele bijzondere brug die je slaat, inderdaad. Want ook als je kijkt naar bijvoorbeeld basisscholen. dat is denk ik het eerste moment dat je als mens erachter komt van. hé, hey, bijvoorbeeld iemand met AS. dus aut autistische spectrumstoornis. Autisme spectrumstoornis. dat die anders is dan de rest van de kinderen. Ja. En dat die ook een beetje eigenlijk in hetzelfde stramien wordt geduwd. Dus zo'n zo autistisch kindje wordt vaak gepest. omdat die anders is. Het is niet dat, dat de juf zegt: jongens, uh, Pietje is autistisch. en. Hij, zijn brein werkt anders. Dus als hij een beetje stil is, of bijvoorbeeld dingen niet snapt, pest hem niet daarop. Want hij snapt dat gewoon niet. Dat, hij, heeft een, ja. hij heeft een linkshandige brein, om het even zo te noemen. <laughs> maar dus, dus dat is toch best wel bijzonder dat je dan ook, dat dat ook best wel traumatiserend kan werken. En hetzelfde met de dyslecten natuurlijk. Die, die, ja, in het begin denk je ook van wat doe jij nou allemaal op papier? Dus je wordt niet echt daarop, zeg maar, je wordt wel een beetje, je valt wel buiten, buiten de boot. Ja, zeker. zeker. wat je dus ook bij dyslecten bijvoorbeeld ziet, is dat die dus, uh, ik weet niet in hoeverre dat nu in deze tijdsgeest nog is, maar dat die vroeger gewoon automatisch een lager schooladvies kregen, omdat je toch eerder wordt gezien als dom of minder slim. Want hè, op het moment dat jij jouw taaltoets doet en het staat vol met spelfouten, dan wordt er niet gedacht zo van, oh, ja, brein die je snapt uh, geschreven letters gewoon wat minder goed. Maar je bent super intelligent op alles wat niet met geschreven letters te maken heeft. Ja. Yeah. Um, dus dan word je daar eigenlijk zo op gescoord en dus ook op afgerekend dat je dus als je dyslectisch bent, denkt ze van oh, dan ben ik dom. Maar uiteindelijk, ja, jouw brein die kan die letters gewoon minder automatisch verwerken dan anderen, dan de meeste ja. in ieder geval. Ja, want dat CITO is eigenlijk ook een heel mooi voorbeeld hè? van het is gewoon puur voor de mensen die eigenlijk qua, qua eigenlijk het, 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 het boek... Slim, om het even zo te noemen, daar worden ze op getest. Maar of ze nou visueel intelligent zijn of, of heel creatief zijn, daar worden ze niet op getest. Ja, zeker, zeker. En dat is dus ook gewoon inderdaad. Hè, word je op, op school dan leer je uit boeken, dus dan is dat het uh, belangrijkste. Zeker als je het hebt over de universiteit, terwijl je je praktische vaardigheden of je sociale vaardigheden of je emotionele vaardigheden, ja, ja dan lijkt het net alsof je daar als maatschappij gewoon wat minder belang aan hecht. Dus je denkt, leuk voor je privéleven, maar je werk in de leven dan ja. uh, willen wij boeken slimme ja. mensen best bijzonder hè vooral omdat je na je studie eigenlijk niks ja bij ons was dat althans je, je leert ontzettend veel uit boeken maar je mm. komt in de praktijk en je denkt echt bij jezelf van wat heb ik al die jaren gedaan ik dit is zo anders dan uit de boeken maar het heeft ook wel links en in de praktijk leer je het pas echt dus ja. iedereen die in het ziekenhuis komt uh, het eerste jaar zit je echt te denken van jeetje wat komt er op me af maar eigenlijk mis je een beetje dat, dat praktische. En na negen maanden heb je het spelletje door. En dan snap je het. Maar jij vertelt dus inderdaad dat neurodivergente breinen zijn, werken anders dan. Ja. neurotypische breinen. Dus de, de, de gemiddelde brein, om het even zo te noemen. Ja. En als je dan kijkt per stoornis, wat, wat is dan anders? Heb je daar. Kan je daar iets over zeggen? Ja, zeker. En, en dat is dus denk ik ook wat, uh, een belangrijke nuance. En misschien dat we het daar ook later uitgebreider over kunnen hebben. Maar wat dus belangrijk is, is dat. Kijk, het is niet zo dat je iemand in een MRI-scanner kan leggen en kan zeggen van hé, hey, jouw brein is afwijkend, jij hebt autisme. Of hé, hey, jouw brein is afwijkend en dat komt, ja, dat komt overeen met de criteria die we stellen voor ADHD of autisme of dyslexie. Um, dus dat, daar zit ook een heel groot grijs gebied tussen. Dus eigenlijk de hele reden dat die neurodivergente beweging opkomt of dat er überhaupt bewijs is voor een neurodivergentie. Is dat als je bijvoorbeeld 100 mensen test op autisme? Of als je 100 mensen test op ADHD, dan ga je dus eigenlijk verschillende criteria langs tijdens zo'n test. He, dus bij ADHD dan wil je eigenlijk op basis van iemands levensverhaal, op basis van een persoonlijk interview, ga je kijken van hey, heb jij uh, dusdanig uh, interfererende aandachtsproblemen, heb jij dusdanig uh, hyperactiviteit, heb je dusdanig moeite met plannen, met organiseren? En speelt dat eigenlijk al je hele leven lang, dan kan je dat dus eigenlijk op gedragsniveau kan je dat diagnostiseren met ADHD. En als je dus 100 mensen die dus zo'n diagnose ADHD heeft onder een scanner zou leggen en je zou dat vergelijken met 100 mensen die niet gediagnosticeerd zijn met ADHD, dan zie je daar dus wel een duidelijk verschil tussen. En bijvoorbeeld bij ADHD is een belangrijk verschil. Ik pak heel veel mijn breintje erbij. hoor. Um, bij ADHD dan kan je bijvoorbeeld denken van hey je hebt de prefrontaal cortex, dus dat is eigenlijk het voorste gedeelte uh, van de frontale cortex. En dat is waar het plannen en het organiseren zich uh, voornamelijk uh, ja, verhoudt. Ik ben even het woord kwijt. Um, en wat je dan dus eigenlijk ziet bij die prefrontaal cortex is dat die eigenlijk minder verbindingen heeft met uh, je limbische systeem, minder verbindingen heeft met eigenlijk de rest van het brein, dat die eigenlijk wat minder actief is. En dat kan dan dus op gedragsmatig niveau kan dat zorgen voor problemen met planning en organiseren. Wat je daarnaast ook ziet bij ADHD, wat wel heel erg beduidend is, is dit hele grote uh, vlakje. Ik zit even te stunten met de microfoon voor de ja. mensen die ons zien. En wat ook heel handig is, dat je, dat je nagel, uh, nagels heel erg lijken op het kleurtje van wat je nu aanwijst. Dus ja, is een dus, soort van uh, camouflage. Ja. Focus op het gele gedeelte van mijn nagels. <laughs> en dat is gele lak, niet viezigheid. <laughs> Voor de luisteraar. Maar je hebt in ieder geval hier dit, uh, dit ronde kwapje. Met dat groene stipje in het midden. Dat is het talamus. En de talamus hebben we het eigenlijk nog heel weinig over gehad um, tijdens de podcast. En het talamus is echt onwijs belangrijk. Want wat je eigenlijk moet voorstellen. is dat uh, het hele limbische systeem van je brein. eigenlijk je hele emotionele brein. die probeert telkens te communiceren met je. Cortex. Dus eigenlijk het gedeelte waarin alle vaardigheden liggen opgeslagen, eigenlijk het denkende vermogen wat bij de mensen uniek is. En al, al die interactie, al die communicatie, die verloopt eigenlijk via die thalamus. Dus je moet je eigenlijk voorstellen dat je ongeveer, wat was het, uh, 4 of 40 miljoen bits voor de computermensen onder ons aan informatie binnenkrijgt. En maar een klein gedeelte wordt eigenlijk doorgespeeld naar je cortex, naar je bewustzijn. Anders raak je helemaal overbelast inderdaad. Dus Zeker. het is eigenlijk wat je zegt, een soort van een is eigenlijk een filter. Ja, daar wilde ik net toe inderdaad. Ja. Dus die talemus is een filter. Dus eigenlijk krijg je echt heel veel prikkels binnen, heel veel indrukken... op heel veel verschillende niveaus. En die talemus die verwerkt dus die uh, prikkels, die, die, die filtert het eigenlijk... en die stuurt maar een klein gedeelte door naar je bewustzijn. Dus ja. dat maakt dus ook dat ik nu naar jou kan kijken... en ik kan me focussen op ons gesprek en nou ja, een klein beetje de ruimte... Maar er is nu een ambulance gaande en dat kan ik eruit filteren. Ja, precies, precies. Maar als er ook nog een, een boze buurvrouw zit en kinderen rondom aan het spelen zijn, dan kan die talemus eigenlijk op een nu ook denken van jeetje, dit is te veel. Precies. Maar waarom filtert die dat dan niet? Sorry dat ik je stoor. Uit onze statistieken blijkt namelijk dat 80% van al onze luisteraars nog niet geabonneerd is. Terwijl dit gratis is en ons enorm helpt. Dus mocht je deze podcast interessant vinden en willen ondersteunen, pauzeer dan deze podcast. Abonneer je op ons kanaal en laat een duimpje of sterren achter. Dit motiveert ons om door te gaan en zorgt ervoor dat we elke week op zondag om 12 uur een nieuwe aflevering kunnen opnemen. We gaan weer verder met de podcast. Ja, dus dat is, denk ik, het hele, de, de hele brug die je eigenlijk moet, moet gaan maken. Kijk, als je ervan uitgaat dat je, als je echt neurodivers bent, hè, voor, zover, voor zover je dat goed hebt gediagnosticeerd en kan diagnosticeren, dan is eigenlijk je brein anders. Eigenlijk moet je dat zien als een ontwikkelingsstoornis van het brein. Een neurobiologische ontwikkelingsstoornis. Dus dat brein, dat werkt nou eenmaal anders. En je kan hoog of laag springen, maar je kan nu niet zeggen van... hé, hey, ik wil die thalamus zorgen dat die beter gaat filteren. Ja. En je kan wel heel veel dingen gaan doen om op gedragsniveau aan te leren... dat die brein nieuwe verbindingen gaat leggen. Dus eigenlijk dat hij wat neuroplastischer wordt. Uh, maar je kan dat niet als dat echt een... Ja, je kan dat niet dusdanig um, aanpakken, ja. dat jij neurotypisch gaat worden, zolang je maar goed genoeg je best doet. Ja, je kan niet zoals bij een computer zeggen, nou de harde schijf die is een beetje traag. Ik, ik vervang hem en ik doe een snellere harde schijf in. Want het zit zo complex dat je het niet echt kunt, kunt objectiveren. Van hey, ja. dat je bij de arts komt en zegt. Nou, volgens mij jouw talemus die werkt wat minder. Eet hey, dit en dit en dit. En dan gaat je talemus wat beter werken. Dus zo werkt het inderdaad niet. Ja, je kan natuurlijk wel je bureaublad gaan opschonen en dat ja. je dus wat meer informatie krijgt of je kan uh, een limiet voor jezelf zetten. Dus je kan wel kleine ja. dingetjes aanpassen ja. dat je er beter mee kan omgaan, maar je moet het echt zien als een bug die in je computer zit um, waar je omheen gaat werken. Ja, precies. Dus je moet er eigenlijk mee leren leven, want, want wat jij dus eigenlijk zegt is inderdaad, een neurodivergent uh, brein werkt anders. Bepaalde onderdelen werken of sneller of minder snel, om het even zo te noemen. Oh. Maar eindstand, als je kijkt door naar de neurodivergentie bijvoorbeeld als ADHD, uh, die dingen hebben ook hun superpowers, om het even zo te noemen. Zeker. Dus ja. dat, is, dat is wel interessant, want, want volgens mij ADHD-brein noemden ze ook vroeger wel eens een jagersbrein. Ja, klopt. klopt En dat is dus denk ik waar die hele beweging uit voortgekomen is. Dus ook vandaag, ja kijk, ik noem dingen gewoon een soornis omdat je vanuit psychologisch perspectief, uh, is dat nou eenmaal hoe je dat uh, diagnosticeert of een beetje de denkwijze waaruit je... Voortkomt. Um, maar die hele neuro neurodivergente beweging is dus ook juist als tegengeluid van, hé, hey, we hebben geen neurobiologische ontwikkelingsstoornis, maar ons brein werkt gewoon anders en pas je daaraan aan. Ja. En je kan je ook voorstellen, kijk, als je ADHD hebt, en dan vooral de jongetjes die dan vaker wat hyperactiever zijn dan de meiden, um, stel je voor dat jij een boer bent. Of een jager. Of Omdat een jager. Terug. Ja. En je hebt ADHD. En je kan, je, je wordt bijna, je wordt heel weinig moe. Je bent heel erg hyperactief en je wil gewoon lekker bezig zijn en bewegen en uh, gewoon lekker praktisch, probleemoplossend, gewoon keihard te werk gaan. Ja, ik heb liever uh, tien boeren op mijn boerderij, uh, toen, tien boeren op mijn boerderij met ADHD, want dan zorg je gewoon dat het gewoon gefixt wordt. Ja. Die hebben gewoon energie voor twee. Dan hoef je maar tien werknemers in plaats van twintig. En die wil je niet op kantoor hebben. Precies. Ja. Dus dat is dus het hele idee. Kijk, op het moment dat je dus ADD hebt, dan heb jij relatief meer energie uh, vaak en minder slaap ook vaak dan uh, iemand zonder ADD. En als jij dus juist op de juiste plek zit, als je de juiste omgeving voor jezelf creëert, dat je kan floreren, ja, dan ben jij veel waardevoller dan iemand met een neurotypisch fijn. Ja, zelden natuurlijk ook met as. Dat zijn vaak ook volgens mij ook hyper gedetailleerd en hyper gefocust op een klein onderdeel van waar ze hun passie in hebben gevonden en zijn daar dan extreem goed in. En ja. Volgens mij zie je dat ook bij, uh, bij, bij grote uitvinders, dat, dat, dat het vaak ook mensen zijn met as, omdat ze zo hyper zijn op één onderwerp, dat een neurotypisch brein, die heeft nog misschien dertig andere dingen, maar iemand met as die kan zich zo storten op één onderwerp, dat diegene daar gewoon letterlijk alles van weet. Dus het is ja. ook zeker een superpower. Zeker. En, en, en waar ik dan wel heel nieuwsgierig naar ben, we hebben dus neurotypisch neurodivergent. Uh, Heel veel mensen online, althans noemen zichzelf al neurodivergent. Maar de valkuil is wel een beetje dat als je jezelf een titel geeft van neurodivergentie, dat je het dan een beetje accepteert en denkt. ik ben gewoon neurodivergent, er valt niks aan te doen. Waar zit eigenlijk de scheiding tussen van je bent neuro neurodivergent en je kan er niks aan doen, en je bent misschien toch neurotypisch, maar je hebt bepaalde trauma's of emotionele littekens, waardoor je. Neurodivergent gedraagt, maar dat eigenlijk niet ben, want die groep kan behandeld worden. Ja, dus dat is heel belangrijk wat je zegt. En dat is ook de grote uitdaging, denk ik. En wat je daarin dus eigenlijk vooral ziet, is. Um, kijk, je kan naar de klachten kijken. Hè? Dus mensen die kunnen gewoon op internet zoeken van hé, hey, wat zijn de klachten of de patronen van ADD, autisme, hoogbegaafdheid. Dan vind je eigenlijk van alles. En wat je vaak ziet qua stroming. Is dat, er, uh, dat eigenlijk je zintuigelijke verwerking die verloopt anders, je informatieverwerking loopt anders. En de manier waarop je sociale prikkels verwerkt, dat werkt anders. Ja. He, dus dat is denk ik wel belangrijk dat je daarin herkent, inderdaad. En wat je dus inderdaad zo ziet, kijk, het uitgangspunt is wel dat op het moment dat jouw brein heel anders wordt, net zoals wat we net vertelden, kijk, um, dan is het vooral de kunst om in een omgeving je te bevinden waar je krachten eigenlijk en je talenten tot uiting komen. Maar tegelijkertijd de keerzijde daaraan is, is dat hè, je, je hebt ook nuances. Dus stel je voor dat jij een heel moeilijk verleden hebt gehad. Stel je voor hè, je hebt hele kritische ouders gehad of je bent heel veel gepest vroeger. Of um, je hebt eigenlijk op jonge leeftijd je al heel erg onveilig gevoeld. En dat zorgt er natuurlijk ook voor als je bijvoorbeeld, hè, laat even zeggen, als je getraumatiseerd bent als jong kind... Dat je andere mensen wat minder vertrouwt, dat je misschien wat alerter bent, dat je, uh, dat, je, uh, ja, dat je stresssysteem altijd aanstaat en ook dat je misschien je meer afzijdig houdt van sociale prikkels en dat je dus eigenlijk je sociale vermogen minder getraind hebt dan iemand die hè, een heel, hele makkelijke jeugd heeft gehad. En dat je daardoor dus eigenlijk gaat gedragen of dat jouw beeld misschien overeenkomt met dat van neurodivergente mensen. Maar het verschil zit er maar dus in dat. Op het moment dat jij hypothetisch gezien je trauma zou verwerken en niet meer ja, die struggles zou merken in het sociale contact en niet meer die hyperalertheid zou merken in je stresssysteem, dan als je dat zou behandelen, dan zou je eigenlijk verwachten dat je een heel ander beeld krijgt. En misschien dat je dan hè, helemaal niet meer identificeert of herkent in het neurodivergente brein. Ja, ja want ik kan het me heel goed voorstellen dat dat er heel veel mensen zijn die zichzelf misdiagnostiseren met neurodivergentie. Want ik ken het ook wel bij mij natuurlijk, in het begin vooral van uh, toen met mijn me post-COVID. Ik kon tegen niks qua prikkels. Ik was ontzettend prikkelbaar. Mijn hoofd die was echt gewoon de hele tijd een soort van spons. Dus alles werd te veel. En ja, dan kan ik wel zeggen van hey, ik ben neurodivergent, maar er is een duidelijk andere oorzaak. En bij mij was dat vrij duidelijk natuurlijk post-COVID. Maar we zien het ook een beetje bij, natuurlijk bij mensen die we behandelen voor het kentraject. Dat ze al jarenlang supersensitief zijn of jarenlang uh, bepaalde trekjes hebben van inderdaad het neurodivergent brein. Maar dat dat meer voortkomt vanuit of trauma, vanuit het verleden, dat nog niet geheeld is, of emotionele ballastschade of blokkades. Die jij ja. jarenlang bij je draagt en die je nooit hebt verwerkt. Want eindstand die trauma's uit jouw kern, uit jouw verleden, die vormen ook jouw zenuwstelsel. En wat is jouw zenuwstelsel? Want dat is ook een hip woord deze dagen. Dat is. Ja, eigenlijk je ruggenmerg, je brein en je cerebellum. Dus eigenlijk ja, ja een beetje de, de... Hoe zou je het kunnen noemen? Ik, ik wilde een hele mooie visu visueel voorbeeld noemen, maar ik, ik kom er even niet op. Ik denk die dingen die je bij een biologielokaal ziet. Hè? Dus dat bruine poppetje met die lange sliert. Uh, ja. Dat bruine hoofd met die lange sliert eraan. Dat is eigenlijk je zenuwstelsel. Precies, dus je brein en je ruggenmerg inderdaad. Maar wat je dus vaak ziet is dat emotionele blokkades, uh, traumas uh, of littekens dat die vaak je zenuwstelsel ook aanpassen. Die zorgen ervoor dat jouw zenuwstelsel hyperalert wordt, bijvoorbeeld in een fight or flight komt. En dat zorgt ook voor een soort van klachtenpatroon die heel veel overlap heeft met de neurodivergentie. En dat doen we dus onder andere bij het kentraject. We kijken dus vanuit je kern, we graven in je verleden en kijken wat er is gebeurd. En die emotionele blokkades en emotionele ballast en traumas die jou hebben gevormd, of jouw brein vandaag de dag hebben gevormd en alle neurale paden, die halen we naar boven en die verwerken we en behandelen we. En dat is denk ik wel uh, het grote. Ja, dat is denk ik ook wel wat ik mensen ook zou willen toegunnen. Van, hé, hey, ben je neurodivergent? Het is niet zomaar een titel die je op jezelf kunt plakken. Want er zit ook vaak genoeg een bepaalde oorzaak aan. En als jij thuis zit en je denkt van, hé, hey, ik heb wel het een en ander meegemaakt. Waardoor ik bepaalde hardnekkige patronen heb, bepaalde hardnekkige klachten heb. En dat zou mogelijk iets kunnen hebben te maken met mijn verleden of mijn kern... dan uh, is het kerntraject eventueel ook wel interessant voor je. En wil je daar meer informatie over? Ik zal het linkje ook in de beschrijving zetten... maar dat kun je lezen op www.christianijsja.nl slash kerntraject. En uh, dat kun je lezen en stel dat je denkt van... hé, hey, dat vind ik interessant, kun je de kerncheck invullen... en dan denken we even mee of het kerntraject ook eventueel geschikt voor jou is. Maar dus inderdaad, neurodivergent, neurotypisch, dat bestaat 100%. Ja. Maar het is altijd de vraag van, hey, heeft een professional dat ook bevestigd? Of heb je jezelf eigenlijk iets, iets aangepraat, wat mogelijk ook gewoon vanuit jouw kern kan komen? Ja, dus ik denk dat daar gewoon een heel belangrijk iets zit. Dus kijk, voordat je, uh, denk ik, ja, dus, dus inderdaad, kijk, de krachten die je hebt, dat is gewoon heel belangrijk dat je daar bewust van bent. En het is ook heel logisch dat je daar een verklaring voor zoekt en een oplossing voor zoekt. Maar in, uh, in, in het kader van de neurodivergentie, inderdaad, je zou wel eigenlijk hopen dat voordat iemand zich identificeert met neurodivergentie en heel erg daarin opgaat, dat er wel in ieder geval goede diagnostiek is. Ja. En wat daarin dus ook wel belangrijk is, is dat op het moment dat jij uh, ja, diagnostiek hebt gehad voor het ADHD of As of hoogbegaafdheid, dat daarin dus ook genoeg verschillende ja differentiaaldiagnoses eigenlijk zijn meegenomen. En dat is dat echt een professional die daarin gespecialiseerd is gewoon echt gaat kijken van hey heb jij wel of geen ADHD? En dat hij dan echt terug gaat kijken van, hé, hey, hoe was jij in die lagere schoolleeftijd? En ontstond dat toen al? Want wat je dus ook vaak ziet in de praktijk, is dat mensen denken van, hé, hey, ik heb ADHD of ik heb uh, AS, want ik ken nu heel erg geen criteria. Maar dat als je dan, dan zou je eigenlijk verwachten, omdat het een neurobiologische ontwikkelingsstoornis is, dat het eigenlijk al vanaf hele jonge leeftijd al zo is. Ja. Dus je kan bijvoorbeeld bij autisme, dat kan je al uh, diagnostiseren, volgens mij vanaf één of twee jaar. Zou je niet okay. verwachten, want dat, nee. ja, ik heb ooit uh, onderzoek gedaan bij uh, prenatale kindjes. Dus kindjes die tussen de 24 en 28 weken geboren werden. En wat je dan dus ziet, is dat die dus een stukje van de ontwikkeling in de baarmoeder missen. En dat als je die later gaat opvolgen, na één of twee jaar, dat, dat, dat je dan eigenlijk ook kon diagnosticeren van, hé, hey, daar zit een link tussen. Mm. Want eigenlijk de kans, als je te vroeg geboren wordt, wordt groter op sociale problemen of gedragsproblemen of cognitieve problemen. Maar dan kon je eigenlijk al vanaf één of twee jaar kon je dat diagnostiseren bij hoe je interacteert in de sociale omgeving, hoe je oogcontact maakt. Dus op het moment dat jij je identificeert met autisme, dan zou je echt wel verwachten dat je dat op hele jonge leeftijd al anders was eigenlijk. En dat is dus ook wezenlijk verschillend dan dat je bijvoorbeeld op je dertiende pas gepest wordt, bij wijze van spreken. En dat je daarna je pas anders wordt gaat gedragen. Dus ja. je zou die tijdlijn, die wil je wel echt helder hebben: van, hey, wanneer, vanaf wanneer was je bijvoorbeeld anders? En komt dat inderdaad door trauma's? Of is dat omdat je um, ja, nare ervaringen hebt gehad of ingrijpende ervaringen? Of is dat omdat jouw brein echt anders is en dat mensen dat herkennen en dat ze je daarom pesten? Ja, dat is ook wel super interessant. Dus jij zegt inderdaad, je moet kijken naar de linkjes. En super leuk nieuws ook voor de luisteraar thuis. We hebben namelijk net het kernbundel. Dat is een gratis heel pakket. Waarin we jou dus helpen om te kijken van, hé, hey, wat zijn die linkjes nou met jouw kern en met jouw klachten? En is daar een patroon in te vinden? En die kernbundel kun je gratis downloaden op onze website, christenheijsje.nl. En ik zal ook even een linkje in de beschrijving zetten. Maar dat is misschien wel leuk om thuis even uit te proberen. En het tof is ook van het pakket, we hebben ook een therapeutische meditatie erin. We hebben een video waarin we ook vertellen hoe kerngericht behandelen werkt. Dus als je thuis denkt van, hé, hey, ik ben benieuwd of ik bepaalde linkjes wel heb met het verleden en of mijn patronen die ik nu heb te maken hebben met mijn verleden. Download dan een kernbundel op onze website of in de linkjes hieronder. Ja, want we hebben het allemaal wel over neurodivergentie, maar er zit ook een neurodivergent iemand hier aan tafel. Nou, ik identificeer me daar dus niet mee. Nee, maar je bent wel hoogbegaafd. Althans, die label heb je wel een aantal keren gekregen, toch, toen je jong was? Uh, nou, ik ben nooit officieel getest. Dus, uh... ja, maar, maar, maar het... als je een CITO van 5,50 haalt, dan. Dan ben, je wel, dan, dan ben je wel, zeg maar, hoeveel procent doet dat? Ja, we hebben geen cytostatistieken, maar dat is wel een heel klein percentage, denk ik toch? Ja, um, dat is inderdaad een klein percentage. Dus kijk, het is meer zoiets van, kijk, het zou me niet per se verbazen, omdat ik op jonge leeftijd de groep heb overgeslagen, inderdaad 55 had gehaald en later ook uh, neuropsychologie en neuroscience Magna cum laude had gehaald tegelijkertijd. Wat is dat? Uh, ja, dat, je, dat je een cijfer van een 9 had voor allebei de masters die je tegelijkertijd volgt. Ja, en dat is, dat is uh, voor de mensen die geen universiteit hebben gevolgd. Ik bijvoorbeeld had een 7 gemiddeld uh, voor geneeskunde. Uh, althans door de jaren heen. En dat is, dat is volgens mij gemiddeld tot... Ja, dat is gewoon dikke prima. Maar een 9 in ons jaar, om eventjes een indicatie te stellen. We hadden 300 mensen. Volgens mij drie mensen hadden een 9 van de 300. Dus 1% van de kleine percentage die naar de universiteit gaat... en dan ook nog een hoog niveau, die had dat. Dus om eventjes de context te plaatsen... dat wat jij had, dat was bizar hoog. Maar ik weet dat je een beetje verlegen <laughs> over bent. Maar... Ja, nu word ik een beetje verlegen ja, van. Ja, en, maar uh, het is heel hoog. Dus je zou eigenlijk... Ik zou jou, denk ik... Stel dat je bij mij in de huishoudpartij... dan zou ik zeggen, nou, waarschijnlijk hoog... 99% kans dat je hoogbegaafd bent. Ja, het zou me niet verbazen. Maar uh, ja. nu zou ik dat ook niet meer betrouwbaar kunnen testen. Want ik heb ook um, in de... Uh, toen ik... Uh, ik denk, nadat ik avanceerd was, heb ik een tijdje in de specialistische GGZ ook veel IQ-testen afgenomen. Ah. Waarop je dat dus kan diagnosticeren. En uh, ja, dus ik heb nu eigenlijk uh, insight information. Oh, dus maar, jij scoort sowieso hoogbegaafd. Ik, ik scoor nu, denk ik, sowieso <laughs> hoogbegaafd. Maar dat is misschien omdat ik inmiddels de antwoorden zijn aangeleerd. Dus ja. dat is wel heel grappig. Maar ik merkte het toen ook toen ik de IQ-testen afnam: dan heb je ook voor het allemaal blokjes die je een bepaald patroon moet neerleggen onder snelle snelheid. En terwijl ik dus die vragen afnam, dan kon ik gewoon op de kop zien wat dat was terwijl ik helemaal niet me erop focuste, want ik hoefde die opdracht niet uit te voeren. Ik moest multitasken, met tijd bijhouden en opschrijven en de vragen stellen, maar dat ik dan eigenlijk onbewust die blokjes al neer had gelegd. Ik dacht van oh ja, dat is denk ik, dat is denk ik nee. oh, ja. <laughs> terwijl ik dat helemaal niet wilde. Maar, ja. Um, ja. maar goed, weet je neurodivergentie laten we het zo houden. Het is absoluut niet iets geks. Het is gewoon dat je brein op bepaalde gebieden veel sterker is of minder sterk is vergeleken met het gemiddelde. En om terug te komen op de vraag van de luisteraar... dus inderdaad, moeite met sociale prikkels... herkennen neurodiversiteit, hoe kijken we daar tegenaan? Misschien interessant, die sociale prikkels... zouden we kunnen stellen dat dat gewoon komt... omdat je, ja, je talemus dus scherper afgesteld is... dat je daardoor moeite hebt, of minder scherp... waardoor je dus meer doorgeeft? Ja, dus dat is ook een beetje een... Uh, ja, dat is eigenlijk een puzzel die je moet gaan leggen. Want bijvoorbeeld, we hebben het nog niet over het brein van autisme gehad. Kijk, autisme... Uh, de prevalentie is heel laag. Hè? 1 tot 2 procent, zou je ongeveer zeggen. Dus niet heel veel mensen die hebben dat. Mm -hmm. Alleen dan zie je dus ook dat er een soort van hyperconnectiviteit. Dus overmatige connectiviteit is tussen sommige gebieden. En uh, te weinig connectiviteit of hypoconnectiviteit tussen andere gebieden. Dus eigenlijk afhankelijk van de klachten waar uh, deze persoon mee kampt... Uh, kan je eigenlijk gaan nadenken van, hey, zit het wat meer in die prikkelverwerking? Dan zou je wat meer die thalamus verwachten. Of is het meer de interpretatie van sociale cues? Omdat je brein anders werkt en omdat, hè, dat zie je bij autisme dan vaak, en ik stel je voor dat jij nu um, een beetje moe uit je ogen zou kijken, dan zou ik nu bijvoorbeeld kunnen denken van, oh, misschien moeten we een beetje gaan afronden. Ja. Eh, dus dan pak ik een hele, <laughs> ik een hele zou ik bij wijze van spreken, een hele subtiele cue zou kunnen opvangen en daar mijn gedrag op aanpassen om meer af te stemmen. Mm -hmm. Dat is gewoon puur uh, theoretisch. Um, terwijl bij iemand met autisme, die zou bijvoorbeeld meer moeite hebben om die gezichtsuitdrukkingen te verwerken. Dus dan zou je misschien, hè, als jij een beetje nu verdrietig zou kijken of een beetje bozig zou kijken, ik zou me daar automatisch op afstemmen. Terwijl iemand met autisme, die zou dat misschien, die subtiele veranderingen in gezichtsuitdrukking, minder goed kunnen interpreteren. En dan kost het heel veel energie. Want je probeert je dit af te stemmen op iets, maar het gaat niet automatisch. Yeah. Terwijl op het moment dat jij huilt, dan kan ik denken: oh, je huilt, dus je bent verdrietig. Maar het is niet dat, mij, dat jij helpt en dat men, dat misschien, bij wijze van spreken, je lichaam he, al helemaal, voordat, dat, voordat je gaat huilen, al helemaal denkt van, oh, ik, uh, oh, wat erg, wat vervelend, ik wil je helpen. Dus die ja. empathie eigenlijk, die, uh, dat werkt wat minder automatisch. Ja, en dat verschilt dus per, ja, ik vind het een heel stom woord, maar per stoornis verschilt dus waar eigenlijk jouw superpowers zitten en jouw, uh, jouw mindere powers. Om het even zo te noemen. Ja, en in die zin, kijk, we noemen het nu dus vandaag de hele dag zornis. En dat is gewoon omdat dat eventjes makkelijk praat. Maar ja, zo heb je dus heel veel verschillende visies. Dus het is altijd de vraag, kijk, als ik iemand voor me heb en die zegt: hé, hey, ik ben neurotypisch, uh, nee, neurodivergent. of uh, ik, ik denk dat ik ADHD heb, of ik denk dat ik autisme heb. dan zou ik eerst denken: van... hé, hey, kijk of je het uit kan sluiten of niet. Want dat is best wel belangrijk, maar zorg voor goede differentiaaldiagnostiek. En als het gewoon meer gissen is, dan zou bij mij de vraag zijn van: hey Waar loop je tegenaan? Wat zijn je klachten? En wat is je verleden? En begrijpen we dat? Ja, ja want is dit ook, uh, ook de tip van de week die je nu uh, eigenlijk los, los, losgooit? Of, of heb je nog een tip van, van de je? week? Ja. <laughs> uh, de tip van de week is, um, ja, de tip van de week die, uh, die is eigenlijk van ga je ga voor jezelf na. Van identificeer je met neurotypisch of identificeer je met neurodivergent? En op het moment dat je met neurodivergentie identificeert, dan zou ik gewoon eigenlijk een paar vragen aan jezelf gaan stellen. Van hey, welke klachten maken dat ik mezelf hiermee identificeer? Wat voor een bewijs heb ik eigenlijk dat dat klopt? En ga dan ook eens aan je ouders vragen: van hey, hoe gedroeg ik me als heel jong kind? Of, of, of wat vond de leraar van me? Of merkte je dat aan me? Of hoe merkte je dat eigenlijk aan me? En ga kijken of dat van lang geleden is. En ga je ook voor jezelf vragen van: Hey, als je met bepaalde kenmerken identificeert, begrijp je waar die klachten vandaan komen? En misschien dat jij er wel op uitkomt van: Hey, nou, mijn moeder zei al dat ik als vierjarige zo anders was dan mijn acht broers en zussen, bij wijze van spreken. Ja. <laughs> of de, mijn, de, de, mijn moeder is juf en die vindt mij heel veel moeilijker om mee om te gaan dan met de gemiddelde leerling uit de klas. Of misschien kom je er wel op uit dat je denkt: zo Van hey. Uh, ik ben op twaalfjarige leeftijd gepest. Of ik heb een hele nare ervaring gehad. Of er een hele ingewikkelde thuissituatie. En daardoor uh, voel ik me eigenlijk nooit op mijn gemak bij mensen. Ja. Ja, ja en in, in dat, als, je, als je inderdaad denkt dat jouw verleden of kern ermee te maken heeft gehad, uh, vergeet dan ook vooral niet om een van onze weggevers te downloaden. Dus de kernbundle kan je daar de linkjes in ja. laten helpen leggen. En uh, die kun je vinden op onze website christenash.nl Slash ja. kernbundel of gewoon op onze homepage. En dan vind je het vanzelf wel. Dus inderdaad, ga in overleg met je ouders. Vraag aan hun van hé, hey, hoe was ik vroeger als kind? En kijk inderdaad of je daar bepaalde knikjes in de kabel kunt vinden. Want ja. als het vanaf hele jonge leeftijd is, dan is de kans redelijk groot dat het neurodivergentie echt is. En als het wat later op de leeftijd is, dan zou het ook zomaar kunnen dat je bepaalde trauma, emotionele ballast. of blokkades hebt opgelopen door je omgeving. Mooi ah. samengevat? Ja, in een, in een notendop. En. Um, ja, dan wil ik jou bedanken voor je aanwezigheid weer, Aisha. Jij ook? Ja, graag gedaan. En voor de kijker en luisteraar thuis, vond je dit een leuke podcast? Vergeet dan vooral niet je te abonneren op onze podcast. We zien dat ongeveer zo'n 40-45% van alle luisteraars nog niet geabonneerd is. Maar het helpt ons wel om deze podcast wat meer naar de buitenwereld te brengen, zodat het in de handen of in de oren komt van de juiste personen. Want ons doel is dat we Nederland mentaal slimmer en beter willen maken en gezonder. En jij kan daaraan bijdragen. Dus als je daar bijvoorbeeld een duimpje onder deze video of onder deze podcast geeft, of bijvoorbeeld vijf sterretjes, of bijvoorbeeld deze podcast deelt op je social media, dan helpt ons dat enorm. Nou, dat was voor vandaag de aflevering. En we hopen je de volgende week weer terug te zien of terug te horen of met je weer te spreken. Tot dan.